Hi, net als het oog open gaat, even op de grootte van de pupil. Welkom bij de 17-1 Biocast. En die heet Een Ogenblik. Een heel hoofdstuk 7 heet Samenspel. 17.1 is Een Ogenblik. 17.2 Behind Blue Eyes. 17.3 Zie je wat je ziet. 17.4 Balanceren. En 17.5 Geregeld Leven. Daaruit bestaat hoofdstuk 17. We maken een reis en we gaan het oog binnen. Door het harde oogvlies. Door de pupil. Door de lens. En we komen in het glasachtig lichaam terecht en daar zien we het netvlies. Het glasachtig lichaam zitten we in. We zien het netvlies daar zitten met bloedvaatjes. Het vaatvlies dus. En hier is de blinde vlek, want daar zit de zenuw vast aan het oog. Dus op die plek zitten geen zintuigcelletjes. We gaan de plek kijken waar de zintuigcellen zitten. Nou, die zitten daar in die cirkel. Hier zitten nog meer zintuigen. Zintuigcelletjes. En we gaan nu op zoek naar de gele vlek. De plek waar de meeste kegeltjes, de meeste zintuigcellen zitten. Het licht dat hierop valt, daar kan je het beste mee zien, kun je kleuren mee zien. We zoomen nog wat verder in. Je ziet hier de zenuwcellen als witte streepjes zitten. Dit zijn natuurlijk de bloedvaatjes en dit zijn de zenuwcellen. We maken nu een uitsnede uit het oog en dan komen we bij een onderwerp wat eigenlijk meer, dat hoort bij 17.2. Een stukje netvlies halen we eruit, vergroten we en een doorsnede daarvan, dan zie je de verschillende lagen met daar de zintuigcellen. We stoppen het weer terug in het netvlies. Hier staat nog iets over ouderdomsverschijnselen. Nou, daar zullen jullie nog geen last van hebben. En dat hoef je ook niet te kennen. We verlaten het oog weer en we gaan verder. Met 17.1. Alle onderdelen van het oog, een aantal ben je er net tegengekomen met die reis, moet je gewoon uit je hoofd kennen. Links zag je de pupil toen het donker was en rechts daar zie je dat de kringspiertjes zijn samengetrokken en dat de pupil kleiner geworden is. Hier zie je de kringspier ontspannen en de lens plat en hier de kringspier aangespannen en de lens bol, zodat je dichtbij dingen goed kan zien. Dit is een kegeltje, een zintuigcel. Afgeplatte blaasjes zitten daarin, je herkent daar mitochondria. Je ziet het Golgi-systeem zitten. En daar, dat grote ding, is de kern. Je hebt nog een synaptisch eindplaatje waarmee die signalen doorgeeft, impulsen doorgeeft aan je zenuwcellen. Dit was een kegeltje. We kijken naar een staafje. Die doet het alleen bij weinig licht. En als er licht op schijnt, dan stopt hij met het afgeven van impulsen. Als het licht weer stopt, gaat hij weer impulsen afgeven. Zo werkt een staafje of een kegeltje. Hier zie je weer zo'n doorsnede als je net zag. Bij 17.2 kijken we daar nog wat verder naar. En daar zie je hoe de impulsen naar de hersenen worden doorgegeven.
Nog een elektronenmicroscopische foto van je zintuigcellen. En nog een herhaling van die twee gebieden. In het netvlies de gele vlek recht in het midden en de blinde vlek waar geen zintuigcellen zitten. Dit was hem alweer, de 17.1 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.